aanwezig. Ik ga nu in de top. Ik kan er zo meteen rustig bij. Goedenavond, wat aardig dat u naar mij wilt luisteren. Ik sta hier echt met vol plezier, want als ik zie wat sport, wat voetbal is of handbal of voetbal, wat dat lokaal bij je leven kan betekenen, en wat dat kan verbinden, wat het kan betekenen voor talent, wat het kan betekenen voor spelers, wat het kan betekenen voor fans die graag voetbal kijken, wat dat kan betekenen voor sponsors, voor netwerken, ja, dan is dat gewoon heel veel. En daarom sta ik hier ook ontzettend graag. Als we iets met elkaar moeten doen, is natuurlijk die lokale initiatieven, sport, sportverenigingen, om dat ook met z'n allen te ondersteunen. Het feit dat u hier bent, het team is er natuurlijk ook, geeft ook gewoon aan dat we met z'n allen met iets bezig zijn. En ik had ooit een gesprek met Monique. Zij zei, het is zo moeilijk om sponsors te vinden. Ik zeg, ja Monique, dat klopt ook. Het is ook moeilijk om sponsors te vinden. Maar je moet niet alleen kijken wat je aan sport doet. Je moet ook kijken wat sport lokaal en regionaal betekent. Want uiteindelijk is er altijd één gezamenlijk belang. En dat is dat dorp, die stad of die regio ook met z'n allen gewoon meer op de kaart zetten en promoten. Nou, als je dat gevoel kan creëren met z'n allen, dan ben je eigenlijk bezig met meer dan sport. Dan ben je bezig met een gezamenlijke doelstelling. Dan ben je bezig met een gezamenlijk netwerk. En dat klinkt allemaal, het zijn allemaal hele mooie woorden. Maar als je daar goed naar kijkt, is de sportinfrastructuur in Nederland is echt iets wat aandacht verdient. En het feit dat jullie hier de club ondersteunen, in welke vorm dan ook, als vrijwilliger, als bestuurder, als sponsor, is eigenlijk heel bijzonder. Heb ik daar als voorzitter van de Nederlandse Volleybalbond, hebben we daar belang bij? Natuurlijk, want die Nederlandse Volleybalbond is niets zonder sterke clubs en is niets zonder durven initiatieven zoals mensen nu hier in Ede durven te nemen. En natuurlijk moet je bouwen. Met sport moet je altijd weer bouwen. Je begint ergens, je probeert te bouwen en je probeert naar een steeds hoger niveau te bouwen. Een steeds sterker netwerk, een steeds beter team, steeds meer mensen op de tribune. Maar sport betekent wel heel veel voor mensen. Laten we gewoon eerlijk zijn. Eigenlijk zit sport, en dat mag best een andere sport zijn dan volleybal, maar zit ons wel allemaal in het hart. We hebben allemaal iets wat we altijd gedaan hebben. We hebben allemaal iets waar we nog steeds passie voor hebben. Sport vertegenwoordigt als geen ander, vertegenwoordigt sport ook passie. En dat maakt het ook verschrikkelijk gaaf eigenlijk. En nogmaals, dit gebeurt in Groningen, dit gebeurt in Apeldoorn. Dit gebeurt in Zaanstad, maar als het op heel veel plekken gebeurt, maken we het volleybal gewoon ook hartstikke sterk. Doet volleybal het goed? Ik ben de laatste die zegt dat we alles goed doen. Maar de laatste 4 jaar is volleybal wel een enorme stroomversnelling terechtgekomen. Dat begon in 2015. Dat was natuurlijk uitgebreid daarvoor voorbereid, want hadden we in 1 jaar hadden we het WK beachvolleybal en het EK zaalvolleybal. Nou, degene die bij het WK beachvolleybal is geweest, of nou op de Hofvijver was in Apeldoorn in Rotterdam, die dacht, wacht even, dit is geen wedstrijd, dit is gewoon totaal beleving. Dit is een festival, dit is een evenement. Hier wil je bij zijn alleen voor de sfeer. U zegt gelukkig ja. Dat is, en dat EK zaalvolleybal van de dames, precies 2 jaar geleden, hè, want ze spelen nu weer het EK in Azerbeidzjan. Dat EK zaalvolleybal, dat was ook mega, want 5-6 keer was Ahoy uitverkocht. Betekent dat er net zoveel mensen zaten als bij de concerten van Marco Borsato. 13.000 mensen in Ahoy. Het Nederlands vrouwenteam is op dit moment zo populair dat als ze in Nederland tegen een top 5, top 6 land spelen, dan is zelfs 13.000 is al zeg maar de onderkant. Dan zou je zelfs nog groter kunnen. En dat is niet omdat we megalomaan zijn, maar dat team is onvoorstelbaar populair. En dat heeft iets te maken, ik hoop dat jullie het regelmatig ook gezien hebben, dat heeft iets te maken met het feit dat die meiden plezier uitstralen. Robin de Kruijf, Laura Dijkema, ze stralen plezier uit. Ze weten waarom ze in dat veld staan. Als ik dat dan vergelijk, en ik ga niks bashen, zoals ze dat tegenwoordig noemen, negatief over een ander zijn, maar als ik dat vergelijk met de passie die we de laatste tijd in het voetbal zien, ja, dan snap ik wel dat het Nederlands elftal niet ook het gevoel oproept. Dus die binding, hoe je speelt, wat je doet, maakt zo'n team populair. Het is ook niet toevallig, Robin de Kruijf, nu helaas geblesseerd, die heeft op haar sociale media 80.000 volgers. Robin maakt iedere 2 dagen vanuit Azerbeidzjan maakt ze een geweldige vlog. Een vlog is dan eigenlijk een verhaaltje van verschillende momenten, waarbij ze eigenlijk vertelt van wat er allemaal gebeurd is. Dat doet ze overigens heel netjes, hè. Ruud Gullit die deed dat gewoon in de kleedkamer, deed dat gewoon zonder toestemming van Dick Advocaat. Zij doet dat heel netjes, ze filmt niet op afstand, nee. Het mag allemaal, is ook goed afgesproken met de speelsters. Maar dat wordt ontzettend bekeken. Wow, er zit op een gegeven moment heel veel power achter. Volgend jaar, om jullie maar warm te maken,
Ik zit nu allemaal dingen te vertellen waar mijn presentatie totaal niet over gaat. Maar om jullie even warm te maken. Volgend jaar hebben we een unieke 11 dagen. Volgend jaar hebben we het EK Beachvolleybal in Nederland. En dat krijgt weer dezelfde uitstraling als het WK Beachvolleybal. Want Europa met zijn 55 landen is zo groot dat het niet zo erg is dat er geen Amerikaan of Braziliaan tussen loopt. Er is zo verschrikkelijk veel beachvolleybaltalent in Europa. Dat wordt ook een fantastisch evenement. En we hebben toppers, hè. Robert Meeuwse, Alexander Brouwer. Echt twee kerels. Ja, die ze haalden natuurlijk brons in Rio op de Olympische Spelen. Maar het bijzondere van die mannen is ook, als daar 80 jongetjes van tussen de 8 en de 12 jaar staan. En die jongens willen eigenlijk naar hun hotel. Die gaan niet naar het hotel voordat ze met het tachtigste jongetje op de foto zijn geweest. Dat is wel, dat zegt iets over die mentaliteit. En die jongens verdienen ook gewoon een leuke boterham, hoor. Als je top beachvolleybal bent, volleyballer bent, je bent wereldkampioen geweest, dan verdien je echt wel een leuke boterham. Maar er wordt helemaal niets langs heen gelopen. Nou, weet je, die binding, die cultuur, proberen we ook met Nederlandse Volleybalbond, samen met de clubs, proberen we dat te doen. Tijd van bondsbonzen, sportbobo's. Ik ben helemaal geen sportbobo. Snap je, die bestuurders, die chique vliegtuigen, de hele wereld en dit en dat. Helemaal niet waar. Iedere dag, dat geldt ook hier in Veenendaal, maar dat geldt ook bij jullie werk. Iedere dag moet je gewoon keihard werken om iets moois te bereiken. En in dat geval met de Nederlandse Volleybalbond, de clubs, de verenigingen, de nationale teams, werken we gewoon aan iets wat we noemen impact voor het volleybal. En hebben we uitdagingen? We doen echt niet alles goed. Een van onze zorgen, terechte zorgen, er worden absoluut programma's op ontwikkeld, is zeg maar de populariteit van volleybal onder wat jongere jongens. Daar ligt wel een kwetsbaarheid. Die meisjes die komen wel. Maar jongens, sport maakt het lastig. En toch moeten we zorgen door andere spelvormen, door ook beachvolleybal en zaalvolleybal tegelijkertijd aan te bieden. Want je kan bij beachvolleybal, als je 12 bent, dan kan je nou eenmaal iets meer rousen in het zand dan in de zaal. Dus als je dat leuk vindt, dan moet je ook dat soort dingen aanbieden. Voor ons is het belangrijkste dat ze gewoon gaan volleyballen. En als het dan een zaalvolleybaltalent is, gaat hij daarna echt wel zaalvolleybal. Nou, zo ontwikkelen we. Gaat het goed met Nederlandse volleybal? Ja, gemiddeld genomen wel. Die evenementen, die zullen we langjarig doen. Dat gaat zelfs zo ver dat we actief bezig zijn met het WK Vrouwen 2022. Hier in deze regio in Gelderland. Hij is nog niet toegewezen, dus ik moet geen, als iemand van de pers zit, niet opschrijven. Het moet nog allemaal in onderhandeling met grote sponsors, met de provincie enzovoort, moet het nog allemaal gebeuren. Is het makkelijk? Nee, het is niet altijd makkelijk, maar toch. En ik vind dat een signaal. De Nederlandse Volleybalbond op dit moment heeft zijn hele sponsorhuis gevuld. Wow, dat is toch wel bijzonder. Jarenlang klagen we over, te weinig sponsors, het is zo moeilijk. En in de krant staat het weer, het neemt allemaal af. Maar het is 2017 en we hebben het opeens het sponsorhuis gevuld. Bij ons aan de beachvolleybalkant is volledig geadopteerd van breedte tot topsport door Dela. Dela kennen jullie waarschijnlijk ook nog wel van de tijd dat ze het nationale team 9 jaar lang hebben gesponsord. Toen Avital Selinger dat nog begeleidde. Bij de nationale vrouwenteam zien jullie een business-to-business bedrijf. Ook wel eens leuk. Ilionix. Hele grote IT-dienstverlener. Enorm groeiende IT-dienstverlener. Ook wel bijzonder. Bij de mannen inmiddels Rabobank. Dat is toch ook wel gaaf. Dat is toch ook wel bijzonder. Toevallig vandaag gehoord dat de Rabobank is redelijk bescheiden in het volleybal gestapt. Toevallig vandaag gehoord dat ze volleybal als een van de speerpunten de komende jaren willen blijven oppakken. Gaat ook werken op lokaal niveau, hè? Die verbinding van de Rabobank ook op lokaal niveau, om niet meer alleen geld te geven, maar ook te helpen met kennis, te helpen met ontwikkeling, die verenigingsinfrastructuur in stand te houden, dat is eigenlijk ook wel gewoon hartstikke bijzonder. En zo zie je eigenlijk dat we in alle lagen het ontzettend goed KPN inmiddels als een van de partijen die zich verbonden heeft. En nogmaals, dat is niet borstklopperij, want zo bedoel ik het helemaal niet. Maar mensen zeggen wel eens, het is wat met sport, moeilijk. Nou, je moet ook naar de positieve signalen kijken. En die zijn er gewoon echt veel. Grote waardering wat jullie hier doen. Ik ga jullie een beetje meenemen in allerlei ontwikkelingen in sponsorland. En dat doe ik een beetje internationaal. Waarom? Omdat het lokale verhaal over sponsoring hebben jullie vast wel eens een keer weer gehoord bij de voetbalclub. En we dachten, omdat het toevallig ook mijn werkterrein is, professioneel dan, want ik ben voorzitter, maar dat is een bestuursfunctie. Met mijn bedrijf zijn we actief in de marketing, in de sport en een hele hoop andere daaraan gelieerde businesses.
dacht dat het ook leuk om jullie gewoon op mee te nemen. Maar het aardige is dat je soms naar kan kijken. Dat je kan denken, ja, dat geldt internationaal. Wat zou dat voor ons lokaal betekenen? Wat zou voor mij als sponsor betekenen? Of als gesponsorde betekenen? Nou, daar wil ik jullie een beetje in meenemen. Dit ben ik. Vind je het leuk? Wil je mij een vraag stellen? Connecteer gerust via LinkedIn. Of op welke manier dan ook. Of via Twitter. Ik heb de niveau maar even groot gemaakt. Dit is mijn bedrijf. Ik geef nog wel eens wat les aan die onderste partijen, maar ik ben helemaal niet interessant, want daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat vandaag om het verhaal. Sponsoring. Ja, sponsoring is best wel veranderd afgelopen 20 jaar. Waar dat vroeger nog een beetje goodwill was, een beetje hand ophouden. Ja, nee, is goed joh, nee, doe maar, zet maar een bordje neer. Ja, ik zeg niet dat het weg is, maar het is niet meer de meest dominante factor. Sponsoring is steeds meer zich gaan ontwikkelen als partnership. En zo moet je ook eigenlijk willen denken als club, maar zo moet je ook eigenlijk denken als sponsor. He, want dat elkaar geld geven en niet geïnteresseerd zijn in elkaar, is gigantisch eindig. En nou weet ik wel, je kan niet altijd aan elkaars verwachtingen voldoen. Het moet allemaal van twee kanten komen. Maar je moet eigenlijk meer proberen te creëren dan alleen maar een geldelijke relatie. Waarom staat, ik hoop dat ik niemand beledig met dit fotootje van Feyenoord. Ik weet niet, is Ede, is dat vooral Ajax-fan of PSV of... Geen idee. Nee, een beetje verdeeld. Vitesse. Oh, sorry. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ik kom zelf uit Nijmegen, dus jullie hebben mij nu echt... Maar als je kijkt naar de sponsoring van Feyenoord, dan is Feyenoord bijvoorbeeld een samenwerking aangegaan met de Hartstichting. Dat was niet alleen een geldelijke relatie. De Hartstichting heeft te weinig donoren. En voor de Hartstichting is het zo verschrikkelijk belangrijk dat mensen, de samenleving, zich bewust van is dat je die overweging zou kunnen maken om wel donor te worden, dat een platform als sport en de uitstraling van een Dirk Kuyt daar natuurlijk een geweldige rol in kan vervullen. Maar dit kan je ook doorvertalen op lokaal niveau. Want hij heeft misschien een nationale held, maar we hebben ook lokale helden. En zo zie je dat Feyenoord verder probeert te gaan dan alleen maar standaard te roepen van, wie wil ons sponsoren? Heb je een bord? Wil je op het shirt? Nee, probeer er iets achter te creëren. Dat is interessant. En dat is eigenlijk een internationale trend, zelfs bij de grote merken. Hè, de Samsungs of de telecom sponsors in deze wereld. Tweede is, is sport afgelopen 10 jaar groter of kleiner geworden? Nou, sportconsumptie is verschrikkelijk veel groter geworden. Ik denk dat iedereen dat weet. Waar vroeger onze aandacht voor sport nog sterk beperkt was tot het weekend. Dat was de wedstrijd en dan gingen we een wedstrijd kijken. Sterker nog, een live wedstrijd, dat weten velen van het voetbal, was bijna ondenkbaar. Dat was echt studiosport tussen 7 en 8. Zie je tegenwoordig dat sport, de aandacht voor sport van het weekend ook naar door de week is verschoven. Een persconferentie van Verhaal of van Mourinho wordt opeens heel erg interessant. Een van de best scorende programma's in de Nederlandse sportcultuur, sportmedialandschap, is VI Insight geweest. Op maandag en vrijdag. Dus eigenlijk zie je dat mensen ook door sociale media steeds meer eigenlijk betrokken zijn geworden bij sport. Dat is interessant, want dat is tegelijkertijd ook een hele goede reden voor partijen, hè, voor verenigingen, maar ook voor sponsors om in zo'n sociaal media kanaal te investeren. Eigenlijk mag het niet meer zo zijn dat je dat kanaal niet benut om te vertellen wat je doet, waarom het gaaf is enzovoort. Ik zou bijna willen vragen aan de spelers. Wie van jullie published regelmatig, maar post regelmatig over zijn sport? Of over volleybal? Ja, wat doe jij? Ja, als ik ga trainen of als ik iets gedaan heb. Ja. Beachvoetbal ook, dan gaat dat vaak wel op Facebook. Ja, precies. En daar trek je toch maar aandacht mee. Je maakt in feite op dat moment dat je zelf als speler actief is, maak jij ook, hè, met z'n allen, maak je dat groter. En als dat op heel veel plekken gebeurt, zie je dat het ook gewoon werkt. En dat moet ook wel, want ja, in deze mediacultuur gaat het steeds meer om een strijd om aandacht en tijd. Als we als sport iets willen doen, moeten we ons laten zien. Als andere sectoren zich meer laten zien dan sport, loopt sport achteruit. Nou, ik denk dat we in de Nederlandse sport daar best heel goed mee bezig zijn. We hebben tegenwoordig Team NL, hè? Dat heeft NOC gecreëerd. Maar je ziet eigenlijk dat partijen, en dat begint natuurlijk aan de bovenkant, hè? Feyenoord, Ajax, PSV hebben allemaal hun eigen media.
Dat hoef je niet letterlijk ook door te vertalen. Maar kijken wat je daarin kan doen. Kijken of je kan publishen. Kijken of je wat jij doet. Hè, spelers kan stimuleren om dat te doen. Positief vooral. Is ook hartstikke belangrijk. Want daarmee trek je ook gewoon meer aandacht. En wat jij doet is eigenlijk hartstikke leuk voor je sponsors. Je laat jezelf zien. Het team laat zichzelf zien. En ik neem aan, Monique, waar ben je? Dat er natuurlijk ook volgens mij zo'n hartstikke goed social media account. He, van jullie vereniging, waarbij je continu actief laat zien wat je doet, waarom je het doet, wat de resultaten zijn. Maar eigenlijk heb je je eigen kanaal naar de eindconsument. Dat is hartstikke goed. Er zijn nog een aantal ontwikkelingen. Ja, sponsoring is niet clean. Dat willen sponsors ook niet. Sponsors die willen letterlijk ook zelf er zijn waar de passie zit. Als dit vanavond een bloedje saaie avond wordt, dan zeggen misschien een aantal mensen, ach, nou ja, ik vond het wel leuk, ik vond het niet echt vervelend, maar ik denk er volgende keer twee keer over na. Je moet met elkaar de passie voor sport, de passie voor volleybal ook willen delen. En daar moet je ook dingen voor doen. We zijn hier nu in een volleybalhol. U bent hier allemaal vrijwillig gekomen. Maar we willen er ook met z'n allen allemaal wat aan hebben. Een leuke avond, iets leren, andere mensen ontmoeten en met een leuk gevoel naar huis gaan. Wow, het klinkt allemaal simpel. Maar hey, als je dat kan krijgen en sport kan daarvoor zorgen, is dat gewoon hartstikke gaaf. Ja, dat is iets wat we vergeten. Hè? We denken altijd heel sterk in volleybal of in televisietermen. Televisie is heel belangrijk. Maar jongens, andere platforms zijn ook belangrijk. Websites zijn belangrijk, apps zijn belangrijk, sociale media zijn belangrijk. Probeer nou ook als sponsor en gesponsorde naar de plekken te gaan waar de mensen al zijn. Eigenlijk is een van de grootste sportkanalen voor topsporters is Instagram. Als ik de meeste mensen, de meeste spelers zijn relatief jong. Wie van jullie zit er op Snapchat? Ja, wie zit er op Instagram? Ja, Facebook? Wordt u, oh, valt allemaal mee. Twitter, gaat hij later niet Twitter? Ja, nou even nog, ja. Hé! Hey. Ja, zakelijk, ja. Hé, hey, maar dat is grappig. En dan zie je, dus uiteindelijk kan je natuurlijk ook gewoon naar de plek gaan waar mensen al zijn. Instagram is met afstand op sportgebied het belangrijkste kanaal. Facebook is ook belangrijk, maar bij Facebook zie je heel veel. Bij Instagram zie je echt een dominantie op sport, muziek, helden. En daarom doet Instagram het ook zo goed in de sportwereld. Als je het allemaal bij elkaar optelt, dan gaat het opeens over nieuwe dingen in de sport. Het gaat opeens over digitaal, hè, sociaal. Het gaat opeens over fans. Het gaat opeens over sociale media. Misschien gaat het wel over een stukje technologie. Hey, het zijn allemaal trends die zeg maar de sponsoring beïnvloeden. Wat kan je er nou lokaal mee? Nou, niet zeggen van dat is niet voor ons, daar kunnen we niks mee. Nee, nadenken of je met elkaar creatieve dingen kan doen om de sport groter te maken. Waarmee je jezelf als sponsor, waarmee je jezelf als vereniging ook groter maakt. Dat soort ideeën hebben we ontzettend nodig. En het gebeurt gelukkig op veel plekken. En als je daarin kan samenwerken, kijk ook naar de sponsorkant. Want dat is een beetje de teamkant, dat is een beetje de sponsorkant. Dan heb je daar gewoon verschrikkelijk veel plezier aan. Kijk je naar de grote trends, dan is die dominantie van digitale media zo groot dat de Amerikanen zeggen, we are competing with the couch. Oftewel, het sportbeleven thuis is zo aantrekkelijk dat het na het stadion gaan niet meer nodig is. Maar dat is eigenlijk niet wat we willen. Dus moeten we zorgen dat we in de stadions dingen doen die het verschrikkelijk gaaf maken. Ik weet zeker dat je volgend jaar naar het EK Beachvolleybal komt. Niet alleen vanwege de wedstrijd, maar vanwege de beleving. Nou, als we één ding moeten doen, is rondom onze wedstrijden beleving creëren. Fun creëren. Plezier creëren. Show creëren. Ik zeg niet dat sport per definitie show is. Maar eigenlijk ben je als sport ben je wel een beetje een theater. En dat theater mag je best een beetje aankleden. Mag je best een beetje leuk maken. En je ziet het ook tegenwoordig, hè. Ook bij het internationale volleybal worden allerlei dingen gedaan met muziek, entertainment, vermaak. Volleybal is daar uitermate geschikt voor. Want wat vroeger de zwakte was van het volleybal, hè, dat werd er gespeeld. En dan lag opeens het spel weer stil, want ja, voordat die bal aan de andere kant was, begint nu eigenlijk in plezier en beleving de sterkte te worden. Want volleybal kan veel vaker dan andere sporten, kan eigenlijk eventjes een stukje beleving erin brengen op het moment dat die bal uit het spel is. Als jullie bij het Nederlands team komen, dan zien jullie het ook. Je hoeft dat niet allemaal te imiteren, maar het is wel leuk om over na te denken. Zorg voor die beleving. Dit is ook wel interessant. De sporter zelf wordt steeds belangrijker. De sporter zelf heeft steeds meer power, heeft steeds meer bereik. Er zijn van de Amerikaanse topbasketballers. Moet je eens kijken, eigenlijk is hij bijna een mediaplatform geworden. 21 miljoen Instagram followers. 21 miljoen. 22 miljoen Facebook. 31 miljoen
die man is eigenlijk gewoon bijna een wandelend studio sportmedium. Dat is gigantisch. Dus dat is ook een belangrijke ontwikkeling. Je moet die potentie van die topsporters gebruiken. En dan kun je wel zeggen, nou, dat is internationaal. Nee, dat geldt ook op lokaal en op regionaal niveau. Op lokaal, regionaal niveau zijn deze spelers zijn de helden. En dit zijn de mannen waar ook jochies naar komen kijken. Van wow, wow, wow. Toen ik vroeger 8 was, liep ik de Dynamohal in. Toen heb ik echt zo te kijken naar Henry Scholten en Jan Willem Müller. Waarschijnlijk namen die jullie niks meer zeggen. Wow, dat vond ik gaaf. Nou, weet je, alleen toen waren er geen sociale media. Hé, nu wel. Nou, kunnen we dingen mee doen? Kunnen we dingen op creëren? En wat je ziet, is dat er een nieuwe generatie sponsors internationaal instroomt. Tegenwoordig kan je bij basketbal, bij een aantal andere sporten, kan je opeens deze namen zien staan. Hé, die zijn partnerships aangegaan. Mensen waren heel, Uber, Snapchat, Airbnb, Intel. Dat zagen we vroeger bijna niet in de sport. Waren altijd een beetje de traditionele usual suspects, hè, die sport sponsoren. Een hele bijzondere is bijvoorbeeld het afgelopen jaar is Energie Direct geweest. PSV was op zoek naar een hoofdsponsor, weet u nog? Oh ja, en maar zoeken. En iedereen dacht, ja, wie zou het worden? Maar als ik eerlijk ben, vanuit PSV, de multinationals in Nederland, die waren een beetje op. ING zat al ergens, Egon had al jarenlang Ajax gedaan, de Rabobank was net uit de sport gestapt. Nou, zo kon je wel even doorgaan. Dus het was helemaal niet zo makkelijk voor Toon Gerbrands, de directeur van PSV, om iemand te vinden. Internationaal, dat klinkt een beetje hard, maar de echte grote internationale brands, ja, die belden zich liever bij Bayern München en Real Madrid, waarbij ze flink wat meer moeten betalen, dan dat ze net iets minder betalen dan bij PSV, want ze krijgen namelijk ook veel minder aandacht voor. Hé, en toen kwam er opeens Energie Direct. Dat is grappig. En zo iedereen van, Energie Direct, dat past toch niet bij PSV? Nee, we moeten niet arrogant zijn. Er is juist ook een hele nieuwe groep, nieuwe generatie bedrijven met een andere historie, die ook best kunnen ontdekken en interessant vinden wat eigenlijk sportsponsoring voor ze kan gaat betekenen. Geldt ook op lokaal niveau, geldt ook op regionaal niveau. Dus zo onlogisch was het niet. Alleen Energie Direct die dacht niet in termen van, ik wil op het shirt en ik wil zoveel boarding hebben. Die zei tegen PSV, wij weten dat jullie 2,3 miljoen fans hebben in Nederland. We weten dat jullie er een groot deel van kennen, maar een groot deel nog niet. Zullen wij nou samen eens een strategie ontwikkelen waarin wij onszelf dichter bij die 2,3 miljoen mensen brengen. Ze beter leren kennen. U kunt het belang voor Energie Direct wel raden. Hoe dichter Energie Direct bij die fan is, doordat ze leuke dingen bieden aan die fan, doordat ze leuke dingen met ze doen, hoe dichter ze ook bij verkoop zijn van hun producten en diensten. Maar dat mag ook, want daar ben je ook sponsor voor. Iemand die Prins van Leifolie sponsort, die hoeft het niet alleen maar te doen uit goede tierheid. Die mag wel degelijk, sterker nog, als die weet wat de commerciële waarde is, dan blijft hij nog een jaar en nog een jaar en nog een jaar. Juist als hij niet meer weet wat de commerciële waarde is. Nou ja, ik denk dat jullie dat wel snappen. Jullie werken ook zo. Dan denk je, ja, moeten we daarmee doorgaan? Hebben we een alternatief? Dus met elkaar gewoon leuke dingen doen, verschrikkelijk belangrijk. Er zit nog een mooie trend in. Ik weet niet of jullie daarmee bezig zijn, hoor, hier in Ede. Maar dat is sponsoring en maatschappij. Maatschappelijke waarden komen steeds dichter bij elkaar. Je zag het net al met Feyenoord en de Hartstichting. Maar je ziet dat heel veel terugkomen. Het is hartstikke interessant. Ik weet dat Vitesse daar bijvoorbeeld heel actief mee is. Tuurlijk ben je een voetbalclub. Tuurlijk moet je winnen. Maar je bent ook een club die voor heel veel mensen, waar heel veel mensen tegen opkijken. Je hebt ook spelers waar heel veel mensen tegen opkijken. Hé, zou je ook sociaal wat voor de samenleving terug kunnen doen? Zou je iets kunnen betekenen? En dat is hartstikke leuk. Bijna bij iedere topclub van Ajax, PSV, de internationale topclubs, die hebben ook een soort sociaal programma. Ik weet niet of dat ook bij de gemiddelde, of dat hier zo is. Maar het is wel eens interessant om over na te denken. Want je krijgt als team, en je krijgt opeens een heel ander soort uitstraling. Je krijgt opeens een heel ander soort waardering. Dat helpt heel erg in de sponsorrelaties, in de financiering van je sport, als je dat verder uitbouwt. Nou ja, hier zie je wat voorbeelden. Tijdens het WK van Brazilië zijn er grote programma's gedraaid. Ballen voor Brazilië, balls voor Brazil. Je ziet dat de samenwerking tussen Ajax en het Fonds Gehandicapten Sport ook heel erg intensief is. Zo zie je veel meer voorbeelden. Dit is een prachtig voorbeeld van de club die normaal gesproken in het rood speelde. Die zijn in het wit daarna in een shirt met witte banen gaan spelen. Waarom? Omdat ze het probleem dat er te weinig bloeddonoren waren, hebben ze onder de aandacht willen brengen. En iedere keer dat er een bepaald level was bereikt, speelden ze die week erop
met één baan meer, hè, afhankelijk van wat er was bereikt, speelden ze weer met één baan, op, één baan meer op het shirt, totdat het shirt weer rood was. Wij zeggen, ja, dat is hartstikke wat simpel. Weet je ook hoeveel publiciteit dit creëerde? Dat je überhaupt zo'n creatief idee, dat je dat uitvoerde. Nou, je kan het niet imiteren, moet ik gewoon eerlijk zeggen. Dus probeer ook niet te gaan spiegelen. Maar probeer te kijken, op dat terrein zou ik iedereen kunnen adviseren. Wat kan je doen met elkaar? Is er een idee bij een sponsor hierover? Is er een idee om iets met een team te doen? Is er een idee om een creatieve actie op dit soort maatschappelijke terreinen te doen? Doe het alsjeblieft. Want het draagt enorm bij aan de sterkte van je club. Maar ook dus daarmee aan de sterkte van je team en je sportieve resultaten. Laatste paar slides. Dan ben ik weer veel te lang. Ben ik al veel te lang, Monique? Nee, maar... Valt wel mee, oké. Okay. Zeven dingen. Zeven dingen zijn er eigenlijk waar je over na moet denken als sponsor en gesponsorde. Aan beide kanten. Want je moet bij elkaar passen. De eerste is eigenlijk bepaal wie je bent. Wat is nou eigenlijk je oerkracht? Wat is je oerkracht van deze volleybalclub, van deze volleybalvereniging, hè, van dit topsportbeleid in de gemeente Ede op het gebied van volleybal? En wat is de oerkracht van de sponsors? En kan je dat bij elkaar brengen? En ja, dat is wedstrijden winnen. Ja, dat is landskampioen worden. Ik ben er heilig van overtuigd. Maar er zit altijd iets achter. En dat is waarom je het doet. Waarom doe je het? Het moet altijd verbonden zijn met de regio. Met de lokale kracht van een dorp of een stad of iets wijder, zeg maar de regio. Dan is het namelijk veel duurzamer en is het ook veel sterker. Dat is altijd een leuke les. It's all about storytelling. Ja, storytelling, een beetje zo'n moderne marketingterm. Als er mensen marketing studeren of bedrijfskunde, dan kennen ze dat natuurlijk wel. Maar storytelling vertelt ons eigenlijk, je bent iets, je doet iets, maar het verhaal wat je erover vertelt, maakt het veel groter. Jij vertelt een verhaal over datgene wat je al doet, maar daarmee maak je het veel groter. Dus het vertellen van een verhaal is gigantisch belangrijk. Bouw dat verhaal maar. Waarom, wat wil Vallei, Prins, Volley, welke kant, waarom doen ze wat ze doen? Probeer continu dat verhaal uit te dragen. He, je hebt een bepaalde ambitie, je wil iets betekenen voor elkaar, je wil bepaalde type spelers hebben, je wil een goede relatie met je sponsors, maar probeer ook daar creatief in te zijn dat je het verhaal groter maakt. Waarom staat dit plaatje erop? Omdat de impact van het verhaal soms groter is dan de sport. Dit is Meet the Superhumans. Dat komt uit 2012. Dat heeft te maken met de Olympische Spelen. En dat waren de Paralympische Spelen. En het verhaal van al deze individuele Paralympische sporters was zo gigantisch bijzonder. Want je zal maar een been of een arm of een andere handicap hebben en toch een topprestatie moeten leveren. Hey, mensen raakten dus meer onder de indruk van het verhaal dan alleen van de sport. Aan sport zitten verhalen vast. Als je die verhalen vertelt, maak je je sport groter. Nou, het is in feite wat Robin de Cruijff ook doet, hè, iedere dag met haar vlog. Deze hadden we een beetje gehad, hè. Sponsor waar de passie zit. Zoek naar passie. Zoek niet alleen naar geld. Zoek niet alleen naar geldelijke relatie. Probeer iets met elkaar te delen. Ja, change the context. Dat is een lastige, maar soms moet je anders durven denken. En ik zal een voorbeeld geven. Het WK 2022, als het doorgaat, wordt gespeeld in het Gelderdoom. In het Gelderdoom, ja, zal ik je vertellen. Op drie velden tegelijkertijd. In het Gelderdoom. Het Gelderdoom wordt dan één grote volleybalzaal. Je hebt de Artist Impressions al gezien. Het is al helemaal uitgewerkt. Hey, dus even heel anders denken. Toen dat idee kwam van waar moeten wij nou gaan beachvolleyballen? En toen een van die mensen zei op de Hofvijver. Precies bij het raam van Mark Rutte. Toen dacht ik, zei, doe normaal man. Doe niet heel raar. Jawel, soms moet je je grens verleggen. Want als je dat namelijk verandert, die beleving, hier zie je dat. En het was letterlijk tegen het raam van Mark Rutte. Maar dat heeft het volleybal heel veel opgeleverd. Want Rutte werd daarna geïnterviewd en die vertelde dat hij Merkel aan de lijn had. Hij zei, en op een gegeven moment moest ik tegen Angela Merkel zeggen, ik moet even het raam dicht doen, want er wordt ontzettend veel lawaai vanuit die volleybaltribune gemaakt. Ja, dat vertelde hij in Nieuwsuur of op het journaal. Wow, hé, dat is wel gaaf. Dus totaal anders een keer durven denken. Ook in je sporthalconcept, ook in je beleving. Hè, je kan natuurlijk niet op een plafond gaan spelen, dat snap ik. Maar ja, je moet misschien wel eens kijken wat je daarin kan veranderen. Als je de context verandert, zoals hier, krijg je opeens een enorm enthousiasme. En nogmaals, het moet allemaal passen, maar je moet wel over ideeën erover nadenken. En het kan. Hè? Het kan ook lokaal. Dit was dan inderdaad voor de mensen, hè? Dit was dan letterlijk op de Hofvijver bij het Binnenhof. Daarachter zie je het torentje en een aantal andere gebouwen.
die er zijn. Maar het was wel bijzonder om tegen deze entourage te spelen. In Rotterdam was het plaatje ook uniek. Want je zag het volleybalstadion, want daarachter lag die prachtige SS Rotterdam. Dat geweldige schip. Dat was het plaatje wat over de wereld ging. Wow. Alleen het plaatje, hè, dat zette al heel veel neer. Nou, jullie gaan een nieuwe sporthal spelen. Helemaal fantastisch. Gaat jullie meer mogelijkheden geven om het anders te doen dan je in het verleden deed. Technologie? Nou, ik ga er niet te diep op in, maar daar kan je wel wat mee. Je kan iets met technologie, je kan iets met mobiel, je kan iets met sociale media, je kan iets ermee doen. Nou, dat wil ik jullie meegeven, maar daar heb ik het eigenlijk al uitgebreid over gehad. Ja, beleving. Wanneer is iets leuk? Ja, er zijn een heleboel evenementen in Nederland die concurreren met de sport. Die zijn zelf sport, maar die concurreren, maar die geven iets meer beleving. Een goed voorbeeld, wie heeft er wel eens meegedaan aan Mudmasters? Nee, ken niemand? Mudmasters? Kennen jullie het wel, Mudmasters? Mag ik zeggen. Mudmasters is zogenaamd obstacle running. We hebben afgelopen weekend weer 20.000 mensen in Biddinghuizen gelopen. Van 4 tot en met 35 kilometer en alle tussenvarianten. Maar die mensen lopen niet alleen om te lopen. Die lopen omdat ze eigenlijk op die dag naar een festiviteit, een evenement gaan, waarbij ze onderdeel zijn met eigenlijk alles erop en eraan. Hé, dat is leuk. Eigenlijk moet je volleybal, mag je best een beetje benaderen als een festival. Het moet leuk zijn als je boekt, het moet leuk zijn als je erheen gaat, het moet leuk zijn een uur voordat je er bent. En natuurlijk is de wedstrijd ook leuk. En na afloop moet het ook leuk zijn. Dus kijk, beleving, ja, dit is natuurlijk heel extreem, maar dit is wel een plaatje wat een beetje aandacht trekt. Hè? Dit is wel een plaatje wat leuk is. Nou zie ik niet zo snel van Max Verstappen straks in een nieuwe sporthal een slipcursus geven. Maar probeer creatief na te denken met z'n allen. En durf ook eens gewoon eens een keer gek te doen. He, dat is ook een beetje marketing. He. Een beetje aandacht trekken. Een beetje gek doen. Moderne partnerships. Heb ik het ook een beetje over gehad. Kijk ook eens naar wat je maatschappelijk met elkaar kan doen. Misschien ligt bij een van de sponsors ligt wel een maatschappelijk idee. En denk, ja, nu ik dit verhaal zo gehoord heb. Waarom zou ik niet eens een keer die jongens van het team benaderen. Om zeg maar samen met mij iets te bereiken. Of iets te doen op maatschappelijk gebied. Het zou hartstikke mooi kunnen zijn. Het kan echt heel bijzonder zijn. En dat kan in allerlei varianten. En ik bedoel, het gaat er niet om dat jullie opeens allemaal kopjes thee gaan schenken in bejaardentehuizen. Zo bedoel ik hem niet, hè. Nee, maar iets betekenen, iets bijzonders doen. Is heel erg veel waard voor de waarde van jullie eigen club. Maar ook voor de waarde van jezelf als team en als speler. Hè? Nou, laten we het maar de moderne partnerships noemen. Ja, dit is dat oude Duracell-konijntje. Sponsoren is leuk. Maar als je niet probeert met elkaar af en toe wat te activeren, zoals ze dat noemen, hè, in de sportmarketingindustrie. Als je niet probeert ook te vertellen dat je die sponsor bent. Als je niet probeert een keer speciaal iets te creëren rondom sponsoring. Ja, dan slaat het ook wel vrij snel dood. Hè. Dat noemen ze vaak, het is vlees nog vis. Hè. En je moet eigenlijk zorgen dat je een keuze maakt. Je sponsort, maar doe het dan ook gewoon goed. En doe ook extra dingen, bedenk ook extra dingen om te doen. Ja, en dit is misschien een beetje een oude kreet. Hij is een beetje van Adidas. Maar ik heb hem voor mezelf als leidraad in mijn bedrijf, maar ook als voorzitter van de Nevobo. Een beetje obsessief zijn over iets, hè? Een beetje gepassioneerd zijn over iets. Werkt vaak enorm goed om iets voor elkaar te krijgen. Het is niet alleen maar techniek. Ik denk dat mensen die een bedrijf hebben, die een eigen bedrijf hebben. Wat wil je altijd voor collega's, wat wil je voor werknemers die een stapje extra willen zetten, die passie hebben, die ook echt het gevoel hebben, ja, hier ga ik voor. Nou, als je dat met z'n allen uit kan stralen, ook zeker hier in Ede, dan kan je ook verschrikkelijk veel bereiken. Ik wil jullie hier in Ede verschrikkelijk veel succes wensen. Ik ben hier niet zomaar een keer gekomen en de eerste komende 5 jaar laat ik me hier niet zien. Ik ga me hier echt regelmatig zien, omdat ik gewoon gaaf vind wat hier gebeurt en dat een ontzettend warm hart toedraagt. En dan moet ik zeker ook even kijken naar het bestuur en naar Monique en naar de collega's van Monique die ook daar zitten. En naar de verenigingsmensen. Echt grote klasse wat jullie doen. En daar zijn we hartstikke trots op. En ik hoop deze mensen ook. Dankjewel. Goedenavond allemaal. Ik zal me eerst voorstellen. Ik ben Ivo Martinovic. Voor de mensen die me niet kennen. Geboren in voormalig Joegoslavië. Van Kroatische afkomst. Maar ik woon in Nederland al langer dan ik woonde in mijn geboorteland. Dus ik ben gewoon een van jullie. Oftewel in mijn team. Herkennen ze dat nog niet, maar het komt nog. Ik ben al 9 jaar coach van W. Prins. Nu houdige naam.
En ja, ik zal jullie team voor volgende seizoen voorstellen. Eerst een paar punten om te vertellen wat ons onderscheidt. Dat zit in onze visie, mensen. Wij willen iedereen laten volleyballen. Dat is onze droom. Wij willen volleybal gebruiken als tool om iedereen individueel helpen beter worden. Groeien als mens en volleyballer. We hebben ook een missie, dat is opleiden van ambitieuze talenten tot topvolleyballers. Hier kom ik nog even terug. We werken met vaste waarden. En dat is, ik noem het afgekort, vers. Veiligheid, eerlijkheid, respect en samenwerking. Ze hebben absoluut met elkaar te maken, anders zou ons niet lukken. Formule, hoe we werken. We hebben een heldere visie en een specifieke methode om met elkaar omgaan, met elkaar het hele proces optimaal maken, zodat wij allemaal profiteren. Systematisch werken om zelfreflectie te vergroten en daarmee nieuwe kansen te creëren. Dat is de motto. Ik moest het zelf leren. Ik kom uit voormalig Joegoslavië. En in mijn eerste jaren als coach sloeg ik ook met botte bijl. Zonder empathie voor de talenten. Ja, wij moeten leren. We hebben als team teamregels. Wij winnen en verliezen met z'n allen. Dat is regel 1. Alle handelingen die we verrichten zijn bedoeld om te groeien, om beter te worden. De coach is verantwoordelijk voor het proces. Dus tijdens de training of de wedstrijd, de laatste woord is aan de coach. De deelname aan het clearingsysteem, vooraf wordt iedereen gevraagd, is hij klaar voor de training? En achteraf ook wat hij van de training vindt. Dat is het clearingsysteem die we noemen, iets ingewikkelder om dat uit te leggen. En we werken excellent in plaats van perfectie, oftewel perfect. Wat betekent excellent is, ja, als ik jullie vertel, een fout maken, als je ervan wil leren, is een succes. Zeker als je ervan wil leren. Dus we werken succesvol. De staf van WW Prins is al 9 jaar bij elkaar. En ik begin met onze mooiste kant, Mariette Lubbers. Wil je Mariette afstaan? Mensen, Mariette is al 9 jaar moedertje van allemaal. Ze bewaakt ons teamproces, regelt alles rondom het team. En inmiddels, niet alleen dat zij de hele Nederlandse wereld kent Mariette ook. Naast haar is René Lubbers, haar man. Ja. Hij is assistent. Hij is assistenttrainer. En in een specifieke domein, dat is motoriek. Ik denk dat wij een van weinigen die we daar heel veel aandacht besteden. Hij is ook masseur en preventieve fysio. Hij bewaakt dat de spelers overbelast worden en dat ze zich op tijd bij Tesco, bij de fysiotherapeuten, moeten melden. Bij Sjoerd de Jong, onze fysiotherapeut. Bob van der Pol is mijn co-trainer. Bob en ik houden de zaag scherp in termen van Stephen Covey. Bob is per definitie tegen. Maar nooit tijdens de wedstrijd of tijdens de training. Dan zijn we één team. Hij coacht mij en is verantwoordelijk dat ik me niet mag misdragen. Ik kan hem niet missen. Bob, ik ben je dankbaar. De spelers van WW Prins voor volgende seizoen. Ik begin bij de eerste 6 spelers die vanaf afgelopen jaar gebleven zijn. Elk seizoen, aan het begin van het seizoen, kiest onze team een aanvoerder. En dit seizoen hebben ze gekozen personal coach bij
Teskwa, onze krachttrainer bij onze team, speelt als paasloper, geweldige atleet. Ik denk, dit jaar wordt hij meest attractieve aanvaller in Eredivisie. Peter Hoging. Ja. Tweede die gebleven is, de succesvolle ALO-student op Haan, afkomstig van Jong Oranje, speelt bij ons team als libero. Maar luister, hij kan, als het nodig is, en heeft het ook gedaan, ook in midden spelen. Of als paasloper, of spelverdeler. Mijn zoon zou zeggen, hij kan alles. Jullie geloven het niet, maar ik denk, ik ben van overtuigd, dat hij de beste pianospeler is van alle volleybalspelers in Nederland. Steven Ottevanger. Dan hebben we nog een atletische jongen die zeker in zijn jump, hoogste punt van alle paaslopers in Nederland, hoogste punt kan raken. Het is een inderdaad ontzettend geliefde collega. Hij is sfeermaker. Als iedereen stil is, hij blijft te tetteren. Joris de Jong, Oostvaardenburg. We hebben nog een bijzondere hoogvlieger. En niet alleen aan volleybalnet. Hij is het ook buiten volleybal. Jullie zullen het niet geloven. Hij is professionele dronepiloot. En als ZZP'er wil hij heel graag met jullie samen kijken hoe jullie een andere blik kunnen krijgen op jullie bedrijf. Mario Wijsman. Iets tussendoor. De voornaamste taak van een volleybalcoach, taak en kracht, is dat een volleybalcoach moet zijn speler een topvolleyballer maken en tegelijkertijd zorgen dat hij zijn studie afmaakt. En dat blijft bij ons erg tegenstrijdig. In de SWOT-analyse van VV Prins van afgelopen jaren, de twee punten, diploma's en topspeler worden, hebben ons meeste spelers gekost. Ik noem een paar namen van de spelers die bij ons opgegroeid zijn, groot geworden zijn als topvolleyballers en dan spelen bij andere clubs de laatste jaren. Dennis Borst is middenman in het nationaal team, speelt nu ook bij Lycurgus. Jort Breitauer speelde bij Dynamo bij Lycurgus in Zweden als prof. Chris Ooging is net naar Gent, naar België gegaan als topvolleyballer, prof. Jente de Vries was een van de beste aanvallers bij ons, opgetild. Hij speelt in België. Nico Maneskin was bij ons beste aanvaller van de competitie. Nu speelt hij bij Dynamo. En dan heb ik nog een groep jongens. Armin Arendschors, na zijn afstuderen, heeft zich uit volleybal teruggetrokken. Is hij twee keer bij ons beste speler van de competitie geworden. Tommy Kotting is ook zo afgestudeerd als communicatiespecialist en vertrokken naar Orion. Timo Vos, afgelopen jaar afgestudeerd in Wageningen, dit jaar gestopt met volleybal. Sander Heithuis, briljante student, afgestudeerd in Utrecht. Nu op dit moment is hij weg naar Indië. Dat vertel ik omdat onze aanvoerder van afgelopen jaar op dit moment op punt staat om af te studeren. En ik hou mijn hart vast. Dickie Kotting. Dan hebben we nog een briljante student van TU Eindhoven. En hij is afkomstig van volleybalclub Don Quixote. Ik vind het geweldig naam. Don Quixote. Dat is een hele mooie naam voor een volleybalclub. Hij heeft bij ons enorme progressie gemaakt. Echt, op zijn Engels gezegd, hij is een echte playmaker. Oftewel, niet alleen setter, maar spelmaker. Ik ben daar trots op. Ik ben van overtuigd, als hij zo doorgaat, dat hij Oranje haalt. Jesse Kling. Nou, dat waren de zes die gebleven zijn van afgelopen jaar.
Op zoek naar vervanging moesten we vorig jaar meteen aan het eind van het seizoen kijken in de omgeving wat we konden vinden. Natuurlijk, ervarene spelers waren welkom, maar niet alleen. Op tweede plaats waren de spelers die ambitieus waren, die we graag onder dak willen hebben en verder opleiden. En in eerste instantie kwam berichten dat in Zeist een ontzettend lieve, lange, jonge man speelt. En nadat hij één keer bij ons getraind heeft, zagen we dat hij een hele slimme aanval, een hele goede blok en ambitie had om door te zetten op topvolleybalniveau. Aad Kooijman. Het is niet eenvoudig om een volleybalteam samen te stellen. Natuurlijk kunnen we 12 spelers bij elkaar roepen en dat is het. Dan gaan we door. Maar wat ik mee wil zeggen is dat wij proberen of wij doen aan onze spelers, jonge spelers, kans geven om heel snel te groeien. Maar onze spelers moeten tegelijkertijd ook presteren. Want wij willen in de Eredivisie blijven. En die twee dingen zijn niet altijd makkelijk bij elkaar te krijgen. Dus Eredivisie behouden eist dat we ook kwalitatief goede spelers in huis hebben. Ervaren en toppers. Goed. Volgende stap was het kijken wat op Papendal gebeurt bij Peters bedrijf. En daar zijn heel veel jonge talenten. Daar zagen we een jonge talent van 17 toen, nu 18, die ontzettend ambitieus was en per se wilde verder groeien. Curieus is dat ik als coach in 2000, jaar 2000, lang geleden, als coach van Vrevok in Nieuwegein, met vader van hem kampioen van Nederland ben geworden en bekerwinnaar. Ik kan jullie nu al vertellen dat Rick beter is dan zijn vader. Het was Rick Solkeman. Nou, in de omgeving was het niet zoveel. We moesten toch verder gaan kijken. En ineens kwamen de spelers zelf met een naam van iemand uit de Brabant. En ik dacht, ja, maar daar kunnen ze niet volleyballen. En kwam een mooie atletische jongen bij onze training. Die eigenlijk niet hoog gespeeld heeft, maar ontzettend hoogspringend en duidelijk ambitieus, groot talent. Hij vertelde dat hij, als hij kans krijgt in volleybal, zich verder ontwikkelen, dat hij naar Barneveld zou komen werken. Ik stond met mijn oren te klapperen. Hij heeft sindsdien niet één training gemist. Hij is ontzettend geliefd in de groep. En de groep heeft hem een naam verzonnen waar ik, als ik me daar herinner, moet meteen lachen. Hij is Woutrou. Wouter van Sven. Even tussendoor, Louis van Gaal beweert dat toeval bestaat niet. En dan moet ik nog eens lezen. Wij noemen zo een gevolg van een oorzaak die we niet zien. Dat zijn woorden van Voltaire, Franse filosoof. Toch, onze laatste twee spelers die we gehaald hebben, zijn bijna per toeval aan ons gekomen. De ene trainde met ons sporadisch door de weeks, kwam met zijn vriend Dicky en ik dacht dat hij helemaal geen ambitie had. Tot bij de jaarlijkse afscheidbarbecue bij mij thuis met alle spelers, hij kwam naar mij en vertelde: Ivo, ik wil het wel proberen. En ik was meteen verkocht. Nick, schuldig. De laatste deel van de speler, we hebben 12 nodig en we missen nog een middenman, maar we redden het wel zonder. Wir schaffen es, zou ik zeggen. De laatste kwam ontzettend onverwacht. Afgelopen jaar, zoals jullie waarschijnlijk weten, zijn twee teams uit de Eredivisie direct gedegradeerd. Onder andere de laatste team uit Rotterdam. En Fusion uit Rotterdam was een typisch team waar ik als coach nooit verloren heb. Maar niet omdat ik een goede coach ben, maar Fusion was zo slecht. Behalve.
behalve één speler. En als ik over Stuyvesant sprak, heb ik altijd gezegd, ongelooflijk dat die jongen daar blijft bij hun te sukkelen in Rotterdam. En ineens, een paar weken geleden, net voor het begin van de voorbereiding, kreeg ik te horen, hij komt naar ons. Kan niet waar zijn. Bingo, Jeffrey van Dijk. Welkom. Zoals jullie weten, wij doen actief aan ontwikkeling van jonge talenten. Afgelopen jaar hebben we bij elke wedstrijd 2 jonge jongens laten met ons mee, eredivisiewedstrijden meeleven. Het is zelfs bij Nevobo afgelopen jaar hebben ze regels aangepast, waardoor de jonge spelers zich niet vast spelen bij een eredivisie volleybalteam. En nog sterker, dit jaar gaat Nevobo verder denken in positieve ontwikkeling. Dit jaar mogen we met 14 spelers op de spelerslijst. Ik vind het een hele goede verandering. Daarvoor bedankt aan Nevobo. Dankjewel, ik zal doorgeven. Graag. Dus met ons op dit moment trainen meerdere jeugdspelers. Het zijn een stuk of 6. 3 zijn aanwezig, maar andere 3 hebben mij gevraagd. Ja, we hebben eigen training. Wat is voor ons beter? Ja, als volleybalcoach jullie raden wat ik gezegd heb. Ene wil ik heel graag apart voorbereiden, voorstellen. Dat is Tom Kook. Hij is 16 jaar. En nadat hij bij ons begonnen is met trainingen, ik weet niet of het door ons komt, door deze groep of ons als coaches, denk het wel. Maar hij is ook in Papendal eindelijk geaccepteerd en hij is niet meer zo klein, maar hij heeft niet gegroeid. De broeders Snijders. Dat is ook voor jullie. Onze toekomst. Nou, dat zou min of meer alles zijn. Ik wil heel graag namens ons allemaal aan jullie, onze sponsoren, bedanken. Het moet duidelijk zijn dat zonder jullie bijdrage dat absoluut niet mogelijk zijn. En ik wil een speciale dank voor langstzittende eredivisie hoofdsponsor Lies en Wil. Bedankt. Het is al 10 jaar dat jullie hoofdsponsor zijn van ons. Laatste wil ik afsluiten met woorden van Peter. Ik hoop dat jullie betrokken blijven bij ons en dat dat niet de financiële bijdrage de enige middel is dat jullie ons helpen om verder te groeien. Ik hoop dat jullie komen bij onze wedstrijden en dat we daar ook voor jullie kunnen laten zien dat we waard zijn van jullie investering. Vast bedankt voor het luisteren en tot eerste competitiewedstrijd. Wij moesten ons team voor volgende seizoen aan de sponsoren presenteren. Dat hebben we ook gedaan. Ik ben de betere passer van het team. Dus ik ben voor de middenmakker inkomen. Die gaat na het weer eruit en dan neem ik zijn rol over als passer. Ze hebben me eigenlijk ontvangen gewoon als een normale persoon die gewoon daar komt volleyballen. Dus leeftijd maakt er bij hun niet zoveel uit. Ja, ik vind het sowieso heel erg leuk omdat het daardoor een heel jong en gedreven team is. En jongens die echt nog wat te leren hebben en verder kunnen komen. En in die zin is daarin mijn rol eigenlijk een beetje de rol van het oudje, om het zo maar even te zeggen. En niet in de zin dat ik ze... Ik heb niet het idee dat ik ze heel erg iets bij kan brengen. Maar ik heb wel ervaring op bepaalde vlakken mentaal gezien waarin ik soms een beetje aan de touwtjes kan trekken om het beter te laten lopen, om het zo maar even te zeggen.